Kans op wateroverlast blijft. Afschieten konijnen, noodzaak. Openluchtzwembad blijft open. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Woensdagmiddag zorgde de stortregen onder meer voor problemen in de pas 1 maand oude perrontunnel van station Arnhem. Omdat de werkzaamheden op het station nog wel even gaan duren, sluit ProRail niet uit dat er geen nieuwe overlastproblemen zou kunnen veroorzaken. Nou, er is een hoosbui geweest van een redelijk formaat. En we zijn hier bezig met de bouw van de kappen van perron 2. En de kappen zitten nog niet dicht. Dus dit risico dat was bekend en daar hadden we ook maatregelen voor genomen. Door contracten met een bedrijf aan te gaan die dit zou opruimen als het zich zou voordoen. En binnen een uur na de bui waren ze hier bezig met het opruimen van het water. Dus het nieuwe station is op dit moment eigenlijk nog niet bestand tegen regenbuien? Het station is helemaal bestand tegen de regenbuien. Alleen in deze bouwperiode kan er een klein beetje overlast zijn voor de reiziger als er dit soort extreme hoosbuien plaatsvinden. Een gewone regenbui, daar staan we gewoon voor gesteld. En wat was exact de schade of is er helemaal geen schade geleden? Er is geen schade geleden. De mensen van de winkels hier in de tunnel die hebben het water uit de winkels kunnen houden. En voor de rest is er ook geen schade opgetreden. En waren er ook nog gevolgen voor de reizigers? Nee, mensen hebben altijd hun perron kunnen bereiken en de treinen hebben ook normaal gereden. En wat verwacht u van de komende tijd, als het dan nog een keer voorvalt? Hebben jullie nog een of andere maatregelen genomen? Nee, als het nog een keer gebeurt, dan doen we weer precies hetzelfde als wat we van tevoren bedacht hebben. En dan zal een uur na zo'n extreme bui, zal er een bedrijf komen om de extreme plassen water op te ruimen. En als het gewoon gaat regenen, dan kunnen we het gewoon binnen het project zelf oplossen en hebben we de apparatuur hiervoor staan. Nicky Hofs keert terug bij Vitesse. De 28-jarige middenvelder tekende woensdag een 1-jarig contract bij de Arnhemse club. Hofs beleefde afgelopen jaar een teleurstellend seizoen bij het Cypriotische AEL Limassol. Hij klopte daarop bij Vitesse aan met de vraag of hij daar zijn conditie op peil zou mogen houden. Trainer John van der Brom zal Hofs goed kunnen gebruiken. Hij kampt momenteel met een erg krappe selectie. Het is de tweede keer dat Hofs terugkeert in Arnhem. Nijmegen staat volgens Zoever vakantiebeoordelingen op plaats 5 van leukste steden binnen Nederland. Webbezoekers konden op zoever.nl een oordeel over Nederlandse steden geven. Daarbij is onder meer gekeken naar cultuur, sfeer, hotels en nachtleven. Gemiddeld kreeg Nijmegen het cijfer 8,7. Vooral de omgeving scoorde hoog, een gemiddelde van 9,3. Het uitgaansleven kreeg een 8,5 en cultuur en sfeer een 8,7. Ben Wijnhoven wil volgend jaar opnieuw de Vierdaagse Feesten op de Nijmeegse Waalkade organiseren. De Groesbeekse horecaondernemer deed dat dit jaar voor het eerst. Wel moet er volgens hem wat veranderen. Vooral doordat mensen eigen drank meenamen was de bieromzet niet kostendekkend. Volgens Wijnhoven moet de drank dus van de straat af. Ook pleit hij voor een uniforme bierprijs bij de diverse tenten in de binnenstad. Bewoners van de Jacques van Looystraat in Arnhemse wijk De Paasberg zijn zich donderdag aan het begin van de middag wezenloos geschrokken. Even na het middaguur klonk een harde knal. Een grote schuinstaande boom aan de overkant van de weg brak door en kwam op 2 huizen terecht. Er waren geen gewonden omdat de bewoners niet thuis waren. Hoe groot de schade precies is valt pas te zeggen als de brandweer het grootste gevaar heeft weggenomen. Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de betonnen barriers die op de IJsselbrug bij Westervoort worden geplaatst. Daarmee reageert zij op de kritiek van LTO Noord de Liemers. De brug ondergaat momenteel een grote renovatie, waarbij langs de rijstroken 90 centimeter hoge randen komen. Waar in de oude situatie 2 landbouwvoertuigen elkaar nog wel konden passeren, zou dat na de renovatie niet meer kunnen. Volgens de belangenorganisatie zullen de voertuigen zich dan klemrijden met alle gevolgen van dien voor het overig verkeer. Rijkswaterstaat meet nu of de barriers te hoog zijn. Het is onbegonnen werk om begraafplaats Moskowa in Arnhem beter af te rasteren om de overlast van konijnen tegen te gaan. Dat vindt gemeentelijk faunabeheerder Bart Kastelein. Hij reageert ermee op een brief van de Partij voor de Dieren aan de gemeente Arnhem. Daarin stelde de partij dat de dieren niet afgeschoten, maar gevangen moeten worden.
Is het een gevoelig onderwerp, ook aan de kant van de dierenliefhebbers. Partij voor de Dieren had al suggestie gedaan om een groot diep hek eromheen te zetten. Ja, dat is inderdaad waar. En ik begrijp die gevoelens heel erg goed. En wij bij de gemeente sowieso. Het is het laatste redmiddel, dat afschieten van konijnen. Er is toch te weinig predatie. En het plaatsen van zo'n hek, het is een enorm groot terrein. Het is meer dan 40 hectare groot, zo uit mijn hoofd. En het is zo'n kostbaar verhaal om zo'n hek te plaatsen. En buiten dat is het voor een heel groot gedeelte gewoon een openbare weg. Dus het moet permanent opengesteld blijven voor doorgaand verkeer van fietsers. Ja, dat is gewoon echt niet haalbaar. En ik begrijp de gevoelens, maar je moet daar dan toch wel echt een beetje een afweging in maken. En we denken en verwachten toch wel op deze manier daar het beste in te doen. Al veel konijnen geschoten hier? Nee, nog niet. Dit seizoen 4 stuks tot nu. En ik verwacht dat het er enkele tientallen zullen worden. En dat we de volwassen populatie hebben teruggebracht tot ongeveer 100 stuks. En we proberen zoveel mogelijk, of tenminste zo min mogelijk konijnen te schieten. En zoveel mogelijk op andere manieren van de konijnenoverlast af te komen. Dus we wachten ook met afschot tot na de zomer eigenlijk, tot het einde van de zomer. We beginnen een beetje nu in augustus, dat er nu geen jonge konijnen meer zijn en dat er ook al behoorlijk wat weggepredeerd is door onder andere vossen, verwilderde katten of voor de roofvogels. Dus op die manier proberen we eerst eens even te kijken wat er nog aan konijnen overgebleven is aan het einde van de zomer. En ook wat er nog zou moeten gebeuren qua menselijk ingrijpen om weer terug te gaan naar ongeveer 100 stuks. En dat steekt hem niet op 10. Hoe erg is de overlast hier? Het valt op dat het altijd in het voorjaar behoorlijk heftig is. Het wisselt erg per jaar. Dit jaar is het wel pittig. Het ontstaat vooral de eerste warmere dagen van het jaar, dat mensen weer naar buiten gaan, ook om de graven te onderhouden. En er is nog relatief weinig natuurlijk voedsel dan te vinden voor de konijnen. En overal worden verse plantjes neergezet en bloemen. Ja, dat is natuurlijk erg aantrekkelijk voor die beesten. En buiten dat zijn het ook dieren die graag graven. En ze graven ook ondergraven, letterlijk. En dat veroorzaakt natuurlijk ook wat schade. Het afschieten van konijnen is volgens de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, LOB, de meest effectieve methode om overlast tegen te gaan. Wel kost het beheerders veel moeite om een vergunning te krijgen. Daarom pleit de LOB ook voor een uniforme landelijke aanpak. Begraafplaats Moskova lukt het onlangs een vergunning van provincie Gelderland te krijgen, maar daar zitten wel de nodige voorwaarden aan. En wat zijn zoal de restricties? Nou, niet 's nachts, dat vooral, niet met kunstlicht. En de restricties die we onszelf opleggen is dat we dat proberen te doen zonder dat er extra dierenluid bij komt kijken. Dus niet als er jonge konijntjes zijn, dat de oude dieren daar nog voor moeten zorgen. Maar vooral ook dat het publiek daar weinig van meekrijgt. Dus we proberen dat echt in hele vroege ochtenduren te doen. Het is voor deze Flappy te hopen dat zijn hemelvaart nog even op zich laat wachten. Steeds meer zwembaden in Nederland hebben de grootste moeite te overleven. Volgens het Nationaal Platform Zwembaden dreigt voor 1 op de 13 zwembaden sluiting. Door strengere veiligheids- en milieuregels zijn de baden niet langer winstgevend. Gevolg is dat gemeenten steeds vaker de geldkraan dichtdraaien. Zorgen zijn er niet voor openluchtzwembad Klarenbeek in Arnhem. Hoe houden zij het hoofd boven water? Nou, het zwembad staat er sowieso goed bij. Het is in 1994 heropend in deze staat waar het nu in is. En we hebben een prima relatie met de gemeente. Dus wij zijn het enige openluchtzwembad in Arnhem. En zoals lopen we blijven ook, denk ik. Is het nou ook nog extra zwaar als openluchtzwembad omdat je het niet het hele jaar open kan zijn? Nou, het lastige is natuurlijk dat je hele goede dagen hebt, ook hele slechte dagen. Dus afgelopen zondag een slechte weer, 71 mensen. En dinsdag een fantastisch mooie dag, bijna 1900. Dus het plant wat moeilijker, maar het is goed te doen voor de rest. Kunt u een verklaring geven dat het hier wel lukt en een andere openluchtbaden of binnenbaden niet? Nou, deels natuurlijk een stukje geluk, omdat wij misschien wat mensen hebben die achter hun zwembad Klarenbeek zijn gestaan. En een fantastische samenwerking met de gemeente en andere instanties, dus daar hebben we niks te klagen over.
Hoe is het subsidiebeleid hier in Arnhem geregeld? Nou, ik moet natuurlijk voor de vorm zeggen dat het altijd te weinig is. Maar je hebt altijd dingen die meer wil doen dan je kunt doen. Maar op zich is het prima geregeld en ook stabiel. Dus daar kun je ook echt op bouwen ook. Zijn er nou zaken waarvan u zegt, daar zouden andere zwembaden wel wat van kunnen opsteken om toch een hoofd boven water te houden? Ja, je moet creatief blijven. Het zijn natuurlijk moeilijke tijden voor iedereen. Dus zorg dat je altijd open bent, dat je altijd netjes hebt. Of het nou 2 zwemmers komen of 2000. Ja, mensen komen naar zwembad toe, het zijn gasten. Dus ja, die moet je welkom heten. Deze toekomst is goed verzekerd? Ja, we gaan gewoon door en maken ons geen enkele zorgen. Nadat het schoolzwemmen in veel gevallen al afgestoten is, dreigen nu dus ook de zwembaden zelf te verdwijnen. Regionale baden zouden de kleinere lokale moeten vervangen. Of mensen dan bereid zijn verder te reizen voor het baantje trekken, dat is de vraag. Even een lekker dagje naar het water toe. Ja, heerlijk. Het is goed weer. Dus lekkere temperaturen. Het is hier gewoon heel erg gezellig. Het water is heerlijk. Heerlijk om te zwemmen. Dus wat wil je nog meer? Bent u hier vaak te vinden? Ik ben hier regelmatig te vinden. Zeker met dit weer natuurlijk. Echt een beetje een vaste gast? Echt een beetje vaste gast, zeg maar. Ja, een vaste klant. Ja. Nou, volgens mij gaat het bij dit zwembad wel goed. Het schijnt dat 1 op de 13 in Nederland het toch wel zwaar heeft met alle gemeentelijke bezuinigingen. Ja. Maar deze ligt er mooi bij? Ja hoor, deze ligt er heel mooi bij. Ieder jaar is gewoon weer gewoon hartstikke fijn om hier te zijn. Hè? Het is echt een uitje. Als je dit zo ziet, het is een parklandschap. Je hoeft eigenlijk niet op vakantie. En in veel gevallen moeten ze toch over gaan stappen naar regionale baden vanwege alle bezuinigingen. Ja, zou u bereid zijn om verder te reizen om een baantje te kunnen trekken? Nou, nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Nee. Gezellig met gezin even lekker in de zon aan het water. Ja, we zijn heerlijk aan het genieten van het mooie weer, ja. Een beetje onverwacht vandaag, hè? Heel erg onverwacht, na het weer van gisteren. Dus gezellig met z'n allen. En komen jullie hier vaak? Regelmatig, ja. Lekker zwemmen hier. Ja. Nou, schijnt dat in Nederland 1 op de 13 zwembaden toch moeite heeft om nog voor te bestaan vanwege gemeentelijke bezuinigingen. En hier gaat het vooralsnog goed. Zou u verder willen reizen om naar een ander zwembad te gaan als dat nodig zou zijn? Nou, ik ben niet zo'n zwemliefhebster. Ik denk dat mijn man dat wel zou doen, maar ik niet. Ik zoek het liever dicht bij huis op. En als dat er niet is, dan jammer dan? Dan jammer dan. Ja, ik ga alleen maar zwemmen als het mooi weer is. Anders niet. Nee. Tot zover het Kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u de uitzending op DVD bestellen of nog eens terugkijken? Surf dan naar www.kanaal13.tv. Straks briesende ponies, dravende paarden en volop theater in de buitenlucht in UitTV. Direct na het weerbericht hier op Kanaal 13.